Deze nieuwsuitzending, beschouwing, valt weer in de serie Hallo Allemaal. En gaat het met jullie ook zo goed? Ik zag net een filmpje op Facebook van een man en die heeft in een buurtsuper in Den Helder. De FOMAR. Maar die heb je hier niet. Een soort kouwop of zo. En daar is hij de winkel uitgesleurd door een beveiliger. Op zijn rug. Hij is op de grond gaan zitten. Die beveiliger heeft hem uiteindelijk bij zijn voeten gepakt. En als je niet wil lopen, dan... Is er niet zo'n kinderliedje? Als je niet lopen wil, dan zal ik je wel dragen. Wie de wagen. En er stond als kopsel erboven. Beveiliger sleurt oudere man op zijn rug de winkel uit. Daar is logisch gesproken iets vreemds met die zin. Dat toen ik hem dus las, dat ik een beveiliger neemt een oude man op zijn rug en sleurt hem de winkel uit. Ik denk, nee, dat kan niet. Als je iemand op je rug neemt, dan kan je hem niet ook nog... Of is dat een... Ja, ik denk, hoe heeft hij dat dan gedaan? Maar die oude man die lag op zijn rug. Oh, ja, natuurlijk. En zo is hij de winkel uitgesleurd. Nou, dat lijkt mij humaan. Ik heb er verder geen moeite mee. En die kerel maar schreeuwen. En ik vind het zo'n onzin. Kijk, iedereen weet dat die mondkapjes niet werken. Dan kan je er net zo goed eentje op doen. Als ze nou zouden werken, dan mag je je zorgen gaan maken. Maar ze doen het toch niet. Dus doe je toch een mondkapje op? Dan. Kijk, als ik een Jood was hè, in Amsterdam in 1940... en iedereen zei, ja, je moet een geel stickertje op als Jood. Ik denk, ja, oké, dan maar. Ja, kennelijk kunnen ze controleren dat je een geel sterretje had moeten dragen. Als ze erachter komen, hey, je bent Jood en je hebt geen geel sterretje. Nou, dan krijg je helemaal de gezeik. Dus ze weten toch al dat je Jood bent. Nou, dan kunnen ze een goed geel sterretje dragen. Wat maakt het uit? Maak het in de buurt uit? Ik bedoel, dat je er toch al lang... De buurt wist het toch al dat je Joods was. Ja, behalve de mensen die je niet kent. En die hebben een oplossing. Oh, er woont een Jood bij ons in de buurt. Nou, weten ze dat ook. Dus er is helemaal niks mis mee. Gewoon, er is een ster erop. Kijk, dat je naar Auschwitz wordt gestuurd en dat zijn, wie wil dat wel? Ik ben een keer naar Roompot vakantiepark geweest in Zeeland en dat vond ik, achteraf denk ik, wie wil dat wel? Het was niet zo'n leuke vakantie. Het was ook slecht weer. Nee, laten we allemaal normaal doen. Dus wel idioot allemaal. En al die winkels dicht. En ja, die trend die zet zich door. Hè? Of die middenstand. Die gaat eraan. Hè? En bedrijven als Amazon en Bol.com. Jongen, die draaien torenhoge omzetten. En 3 keer rijden... Wie er allemaal aandelen heeft in Amazon en Bol.com. Nou, Piri, nou moet je niet weer beginnen over jouw stokpaardje. Dat er zoiets bestaat als wat in het Oude Testament staat. Want Piri, jij bent af en toe wanhopig ouderwets. Echt irritant. Met Jesaja. Dan wee degene die in het geheim overleggen. Wee de samensweerders. Die denken van, niemand weet van ons, niemand ziet ons en niemand weet wat we van plan zijn. Ja, dat is Oude Testament, Perry, dat weet je al wel heel goed. Dat is toen allemaal, dat was met de Duitse conventie, was het niet in Dortmund of zo? Ja, nu moet jij het ook een keer zeggen, Perry, hè? Maar toen is het besloten en mensen zijn toen, hoe heet die wet? Maar dat weet je nog vast wel. Oh, dat weet je natuurlijk weer niet, hè, Perry, hoe die wet heet. Maar die hebben we dus getekend met z'n allen. En daarin staat dat er nooit meer samen gezworen zou worden. En tot de tijden van Jesaja, dat die voorgoed voorbij waren. En voor zover er nog samengezweerd wordt, is dat alleen maar bij een surprise-party. Er is iemand jarig, je gaat iets heel vervelends doen en dat ga je hem niet van tevoren vertellen.
En dan komt zo'n persoon van een lange dag werken. Die, ik ga lekker op de bank zitten. En ik ga, nou ja, weet ik wel wat noem, maar jezelf zin in hebt. En ineens zit je hele huis vol met visite. En dan kijk je zo naar die vrouw van je. En denk je, jij trut. Maar dat gevoel moet ik dan heel snel opzij zetten natuurlijk. Want anders is het niet leuk. Ik heb dat gelukkig nooit mee hoeven maken. Ik heb er wel aan meegewerkt. Er was een zo'n samenzwering voor een surprise party van mijn moeder. Ja. Nou, mijn moeder vond dat volgens mij hartstikke leuk. Denk ik. Ja, denk ik wel. Dan kan ze lekker met iedereen kletsen. Er zijn ook nog liedjes gezongen. En... ja, dat... maar iedereen was er ook. Ja. En dat is het dan dus, hè? De samensweren. Dat, ja, het is natuurlijk, het is van de mensen met surprise parties. Maar niet. Ja, dit is. Nee, Piri, nee. Dat doen kruimeldieven. Die gaan samensweren om een ramkraak te zetten. Gaan ze ook niet van tevoren tegen de bank in Barendrecht zeggen. Ja, volgende week gaan we even ramkraken. Dat je even weet. Ja, het zal een hoop rommel geven. En dan dat je de boel op kan ruimen achteraf. En we hebben hier een offerte van schoonmaakbedrijf Van Dissel. Nee, dat wil ik niet. Dan ga je samensweren. Regelen. Ja, regel jij dan die ram? Oké, dan regel ik de kraak. Ja. En een vluchtauto. Ja, Perrie, kijk, dat geloof ik wel, Perrie. Maar dat gaat dan om een kluis. En wat kan daar nou in zitten? Nee, dat is alleen bij de kleine criminaliteit heb je dus. Nou, oké, Perrie, ik geef je cadeau. Je hebt dus met de surprise party heb je wel samensweren. En dat heb je dan ook in de kleine criminaliteit. Maar dan moet je ophouden, Perrie. Nou, moet je echt ophouden. Oh, dus met Bouters, die had wel iets te maken met cocaïne, ja. En Ronnie van Brunswijk ook. En ik heb dus in de kroeg gezeten met een Suri. En was een rete depressief was die gozer. Ik heb er nog een tekening van gemaakt. Dat was toen een hobby van mij. Nam ik een pennetje mee naar de kroeg. En dan gaan ze het oude hoeren. Iedereen vindt het vervelend waar ik het over heb. Dus ik denk, ga ik lekker tekenen in de kroeg. Hebben ze geen last van mij. En dan maakte ik gewoon een tekening van dat. En niet dat je naar iemand zit te kijken. Maar meer dat je de... dat je als het ware een foto maakt in je hoofd. En denk je, oké, hoe ziet het er nou uit? En dan teken je het uit je hoofd, teken je het. Ik heb al naar hem gekeken. Die man die keek verdrietig, jongen. Zo, dat net hoor. En hij had ook helemaal geen geld. En ik heb hem tot 3, 4, 5 keer toe heb ik hem wiet of hash gegeven. En hij heeft ook nog wel een aantal keer aan mij gevraagd. En elke keer als hij het vroeg, dan kreeg hij het ook. Niet dat ik al te veel had, ik heb niet alles, maar... Als ik nog heb, dan is het een beetje gek dat ik het in mijn eentje ga zitten oproken. En dan hij met zijn nuchtere kop en zijn droevige ogen een beetje kijken hoe ik de lekkere wiet oprook. En dat doe ik niet. En dan geef ik niet zomaar mijn wiet aan iedereen. Want ik had gisteren een gesprek met een jongen. En die kan ik u even wat vragen? En toen kwam hij met de zin, ik ben dakloos. Waarop ik zei van, daar moet je gelijk mee ophouden. Dan hebben we daar een verbeterpuntje. Wat denkt zo'n lul wel niet? Je moest eens weten hoe het hier in Arnhem geregeld is. Ik zat ook helemaal rock bottom in 2019. In de zin van echt heel weinig geld. Dat je dus dat ik mijn verhuurder naar mijn woningbouwvereniging gecontacteerd heb en gezegd van, ja, er is iets misgegaan met de overschrijving.
Ik heb geen huur betaald. Oh ja, u gaat het nu betalen? Ik zei nou, ik wil even zeggen dat ik bezig ben om het mogelijk binnenkort te gaan betalen. Zeg, het is niet zo dat ik helemaal niks doe, alleen ik heb nu helemaal geen geld. Oh meneer, wat fijn dat u belt. En dan kwam ik bij de gemeente en de gemeente zei van ja, bent u bereid tot werken? Ik zei ja. Ja, maar wat voor werk dan? Ik zei nou, mijn voorkeur gaat uit naar de zorg. Ik was het zo beu om mijn, tussen aanhalingstekens, geniale arbeidsinzet en inzicht. En dan op die ICT, nee, dat wilde ik echt niet meer. Ook te erg. Ik denk dat ik toch moet werken. Dan wil ik werken voor mensen die ja, ook reden hebben om dankbaar te zijn. En dan zeker niet al die kantoorhittepetitjes. Ja, bij Windows hoef je maar één keer te klikken. En bij jou moet je twee keer klikken. Waarom doe je niet de standaard? Dat zeggen mensen dan, ja. Microsoft is de standaard. Je moet standaard doen, hoor. Oh, 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 oh. Anyway, ik dacht, ik ga lekker de zorg in. Ik had toen zo'n droom van thuiszorg voor oude bejaarden. En ergens in Arnhem-Zuid. En dan ga ik op de fiets en heb ik van die fietstassen. Dan kan ik ook handig boodschappen doen. Ik kan eten koken. Dan ga ik dat gewoon lekker doen. En dan niet 40 uur in de week natuurlijk. Maar wel lekker bezig. Nou, dat is iets heel anders geworden. Ik ben nou Mister Schoonmaker van een van de zware locaties. Of, nou, ze zeggen, mijn collega's zeggen dat het de zwaarste locatie is. In het begin keek iedereen me ook zo aan. Van, wat? Heb jij die gekregen? Oh. Nou, dat is vies. Nou, daar kwam ik ook achter. Als je daar de deur open trok, jongen, het was of je regelrecht zo'n urinoir in Amsterdam. Weet je? Dat was zo'n, maar dan met een combinatie met stront. En die mensen zitten allemaal ongelooflijk aan de medicijnen. Dus dan krijg je hele rare darmflora. En dan krijg je ook rare ontlastingsluchtjes van. Daar hoef ik jou niks over te vertellen. En mijn heldendaad was dat die coronasluiting kwam. En toen zat ik er nog maar net. Zat ik er net een maand of zo. Toen ging de boel op slot. En toen werd het weer de teugels een beetje gevierd. En toen kwam de teamleider. Dat is niet mijn baas, maar ik maak schoon in haar locatie waar zij baas is. En die kwam binnen. Na zoveel weken. En ik hoorde haar met luide stem zeggen: wat ruikt het hier fris? Kijk. Dat hoor ik graag. Maar dat kan iedereen. Je gaat mij niet vertellen dat wat ik gedaan heb, daarvoor heb je een landbouwkundig ingenieursdiploma nodig met als ja, dat je wel veel gehobbyd hebt met statistiek en computers. En chaostheorie. Daar heb je er echt niet meer nodig. Het is een kwestie van goed luisteren en precies doen wat mensen zeggen. En beleefd wachten op je beurt als je een vraag hebt. En dat soort dingen. Het is meer een kwestie van houding. Iedereen kan werken. Het is een kwestie van houding. En die houding is, wat ik net zei. Luisteren en precies doen wat mensen zeggen. En als je een vraag hebt, netjes op je beurt wachten. Je bent niet het meest belangrijke molecuul in het universum. En bij wijze van spreken kan het zo zijn dat je aan het einde van de dag in de bus zit. En dat je collega vraagt van, heb je nog een beetje hard gewerkt vandaag? Dat je zegt, ja, om 4 uur wist ik het even niet meer. En toen had ik een vraag. Maar ja, ik kwam niet aan de beurt.
Dus ik heb dat laatste uur heb ik niks gedaan. Ik heb alleen maar zitten wachten op mijn beurt. Maar ik kwam niet aan de beurt. En ja. Ja, en ik durfde niet in mijn eentje verder te gaan. Zomaar wat gaan doen. Terwijl je weet dat er iets niet klopt. Vooral bij de schoonmaken. Dat vind ik zo eerzaam. Dat als je een kantoor komt schoonmaken. En je mag niets aanraken. Je mag niet eens een muis verplaatsen. Het enige wat je mag aanraken, dat is de horen van de telefoon. Want dat is een ongelooflijk smerig ding. En dan wordt er helemaal geleerd dat je je handschoentjes aan moet doen. En dan is er een trucje. En dan kan je dus de horen eraf nemen. Maar dan wordt het niet dat hij dan die telefoon gelijk... Maar zonder keystone. Heb je die horen eraf? Ja, en dan moet die horen gedesinfecteerd worden. Met microvezel. Dat werkt desinfecterend. Dat schuurt de bacteriën weg. Nee, het schuurt ze kapot. Die bacteriën die zich denken te kunnen verstoppen... ja, die zijn wel de bovenkant kwijt. Minimaal. Of ze zijn helemaal weg. En dat mag je aanraken en de rest is niet. Kijk, zo voorzichtig moet je zijn als je aan het werk bent. En zo'n gozer die dakloos op straat loopt... kijk... dat is een vent met een grote bek. En die denkt dat hij de master of the universe is. Een eikel. Gewoon een eikel. Nee, waar ik werk, daar zitten mensen... en die zijn helemaal niet knettergek. Alleen, die zouden in de samenleving... ja, overleven ze het niet. Die hebben een beschutte omgeving nodig. Je moet niet schreeuwen tegen die mensen. Dan worden ze er helemaal gek van. Dat is zo half-half. En die mensen die doen daar bladblazen. En onkruid verwijderen tussen de stenen van de parkeerplaats. En die allemaal goed aangekleed. En die rijden met karretjes over het terrein heen. En die doen ook rotzooien. Wat je ook op straat ziet met zo'n knipdingetje, zo'n knijpdangetje. Dat je niet hoeft te bukken. En dan met zo'n vuilniszakje. Even schoonmaken. Ja, die zijn niet dakloos, hè? Nee. Nee, maar die werken. En die zeuren niet. Maar deze vent... in een streetcafé... die komt dan ook op me af en die vraagt om een beetje wiet. Maar dat is een ander verhaal. Dat kon ik zien, dat kan je zien. Die man die viel niemand lastig. En ik heb die tekeningen die ik van hem heb gemaakt, die heb ik hem ook laten zien. Kijk, ik heb jou getekend. Vind ik wel zo eerlijk. Ik weet niet eens of ik hem gegeven heb. Denk ik dat ik een tekening van hem hier in mijn woning heb. Misschien heb ik er twee gemaakt. Oh, wat was die man verdrietig. En toen zat ik uiteindelijk, en toen kende ik hem al maanden, en toen zaten we aan de toog met z'n tweeën. Nou, blootje erbij, drankje erbij, geinige muziek, iedereen een beetje kletsen, het ging overal en nergens over. En toen ging hij vertellen dat hij eerder in Arnhem was geweest. In Schaarsbergen. Daar had hij training gehad. Er was een aanbod. Je kon je melden voor het leger, dingers. En,
Ja, dan zou je getraind worden in Holland. In Nederland. Nou, niet in Holland, maar in Nederland. Dat heeft hij toen gedaan. Daar heb ik een schaatsbergers gezet. Nou, dat vroeg ik hem even. Nou, hoe was het dan? Hè? Hij zei, dat was ook best leuk. Dus het was prima te doen. Van alles geleerd. En, nou, en je bent een jonge kerel. Ja, en toen terug naar Suriname. En dan de jungle in. Tegen, zeg het maar. Want Ronnie van Brunswijk is ook maar een begrip. Hij zei, ja, dan gingen we erin. En ik vroeg, wat voor wapen had je dan? Hij zei, we hadden een Uzi. En een Browning. Oh. En dan vroeg ik dus naar de vuursnelheid. Hè? Van hoeveel kogels per... Want een Uzi kan je ook op enkel shot doen. Hè? Maar je kan ook ratatatatatat. Hij zei zo, nou dat is ongeveer zoveel. En dan moet ik je zeggen, in die kroeg komen meer mensen die legerdienst hebben gedaan. Het is niet de plek om gekke dingen te gaan vertellen die niet kloppen. Want er kon eens iemand wat opvangen en denken van... Nou, dan zaten we zo te rekenen. Ik zeg, ja, in zo'n magazijn dan. Hè? Van, hoe lang kan je er dan mee schieten? Dat is ook niet echt... Want kijk, als je snapt dat je doet een single shot. Je schiet hem dood. En een beetje in de rond te lopen maaien. Dat kost alleen maar bakken met kogels. Hè? Dat is een leuk geintje, maar dat duurt maar zoveel seconden. En daarna heb je helemaal niks meer. Oh, zeg die, maar heb je je Browning nog? Ik zei, oh ja, natuurlijk. Ja, zei die, dat is vooral als die magazijnen op zijn. Ja, zei die, wat we dan deden. Maar dat weet iedereen, hè? Bij je tapete, ze hadden daadwerkelijk duct tape bij zich. Met duct tape. Duct tape is altijd handig. Daar heb je nooit last van, hè? Ja, gewoon met duct tape. Twee van die magazijnen aan elkaar. En dan kan je vrij snel... kan je twee keer zo lang ratelen. Maar nog steeds moet je er geen gewoonte van maken. Als de tegenstander dat ook gaat overdoen. Jeetje zeg. Ja, zei die. En dat kaliber van die Browning... Dat is hetzelfde kaliber als van de Uzi. Dus je hebt dezelfde munitie. Dus, ja, een hele bak met patronen. En daar vul je je Uzi mee. En daar vul je je Browning mee. En, all aboard. En dan hup de jungle in. En dan die dingen gebruiken natuurlijk. Ga je niet mee op kleiduiven schieten. En dan hoe dat verder in die jungle was, toen, ja, ik snapte wel dat niet het hoogtepunt van zijn leven was. Ik ken ook van die verhalen, ik heb maar één verhaal van mijn toenmalige schoonvader. Die had ook zijn akkefietje gehad in de jungle van Indonesië. Nou, dat blijf je jaren bij. Standrechtelijke executies en kadavers die nog naspartelen, net als een onthoofde kip nog even blijft doorlopen. Je weet dat het helemaal gebeurd is, maar het lichaam doet nog een dansje. En dat duurt dan nog verbazingwekkend lang ook. Ze gaan niet eens in één keer liggen. Met een nekschot. Dus ja, daar hebben we verder niet over gehad. Ik zeg, nou dan? Ja, zie ik hier. Ja, ik weet verder ook niet. Dat was niet de bedoeling. Ja.
Dat was niet wat hij in gedachten had toen hij jong was en dat aanbod kreeg om naar Schaarsbergen te gaan voor een mooie militaire training. Waar je altijd wat aan zou hebben. Nou, daar heb je er helemaal niks aan gehad. Ja, of je moet het leuk vinden waar die dan nu in zit. Maar die kroeg waar die toen nog met mij kon zitten en gratis wiet kreeg, ja, die kroeg is corona gesloten. En die had ervoor al rookverbod drainage. Want dat rookverbod, daar heeft ook geen hond het over. Maar daar begon die ellende mee. Echt een nare streek. En je kan zeggen, het gesodemieter, dat begon met bedrijven als V&D. Die het op een of andere manier voor elkaar kregen om in no time een enorm gebouw uit de grond te stampen. Dat iedereen dacht, wat krijgen we nou? En dan kon je dan van alles kopen. Nou, inmiddels is de V&D in Arnhem hier rete failliet. En wat ze met de HEMA hebben gedaan, weet ik ook niet. Het bedrijf heeft een ernstig imagoprobleem. Wat kan je dan nou eigenlijk kopen? Dat is er gebeurd met de middenstand. En als de middenstand wegvalt, ja, dan valt de horeca ook weg. Het gaat om koopjes, mensen. Dus je moet wat kopen. Nou, je kan het tegenwoordig koop je dan op internet. Maar vroeger moest je dat ding kopen en dan, oh, moeten dit hebben, oh, moeten dat hebben. En dan in de agenda kijken, oh, maar dan gaan we naar Arnhem. En dan gaan we in Arnhem alles kopen. Dus had je in Arnhem allemaal winkeltjes. Nou, dan hebben mensen gewinkeld en ja, maar kinderen willen een ijsje en papa wil een jenever en hoppakee. Hè? Ja, en dan snap je de rest ook wel. Dan krijg je een hele grote levendigheid. En dat trekt weer andere winkels aan. Dus. En dat is de functie van een stad. Vind ik. En dat mag best. Ja, er is in de filosofie, dat wat de mensen dan allemaal opgeschreven hebben, hè, is er dan een per definitie hekel aan de stad. Want er is iets mis mee. En er is, dus je kijkt naar de steden, er is daadwerkelijk, als het misgaat, dan gaat het altijd in de steden mis. Wat dan op het platteland misgaat, is dat er niks gebeurt. In de steden gaat tenminste nog wat fout. Maar kijk je nu naar Arnhem. De middenstand van Arnhem, wat het was, het is weg. Echt weg. Mensen kopen dat nu dan via internet. Of ze kopen helemaal niet meer. Want dat is ook nog een keer zo. Dat als mensen gaan consumeren, dan gaan ze ook een behoefte krijgen tot produceren. En dan willen ze bezig zijn. Dus dan krijg je ook veel productie van de consumptie. En doordat mensen hun producten nu alleen via internet kopen, hebben ze alleen nog maar die consumptiebeleving van het product op zichzelf in een bruine doos. Zonder smaak of gevoel. Maar als mensen producten kopen en het was die leuke middag en daarna zo ook nog dit, weet je, doen we, en heb je een herinnering aan die jurk. Hè? Of die hoed, of die schoenen. En dan heb je meer beleving van je product in plaats dat het in een bruine doos komt. Dus dat is van nature gezond. Dan kun jij tegen inbrengen, ja, maar het is veel efficiënter als je iedereen die wat nodig heeft en die vraagt het dan en dan rij je dat in de rondte en dan eventjes aanbellen en dan geef je het.
Ja, maar dat is niet altijd handig. Hier? Well, ik weet soms niet wanneer ik thuis kan zijn. Dat kan zomaar wisselen, hoor. Als ik s'avonds een belletje krijg van mijn oma, of weet ik veel wat, ja, en dan gooi ik de hele boel om. En dan, oh jee, die meneer van de tv die gaat morgen komen. Ja, dan heb je dat probleem ook nog. En zie dat maar eens af te bellen. Dus serieus, probeer het maar. En dan koop je een breedbeeld tv en die gaat dan afgeleverd worden. Bla bla bla. En jij je allemaal in je agenda zetten. En dan blijkt dat het op. Ja, en dan, als er dus wat fout gaat aan jouw kant. Dan krijg jij altijd de schuld, hè? Zo efficiënt is dat niet. En wat het ook echt toe doet, is dat de waarde die je betaalt voor die spullen, die daalt in feite, omdat het halen van een broek, of het halen van schoenen, het kopen van iets, dat kost behalve geld ook moeite. En nu is het geen moeite meer. Dus dan heb je als het ware een soort ja, devaluatie. Dat is niet gezond. En dat wil niet zeggen dat ik tegen dat gebeuren ben. Oh, dat is ongezond. Ik moet er tegen zijn. Nee, daar gaat het me niet om. Het gaat erom dat het niet gezond is. Dat is alles. Met andere woorden, je moet. Je moet nog steeds heel veel waarde stoppen in je aankoop. Gewoon er goed lang over nadenken. En uiteindelijk haal je uit en dan hemel en donder bewegende. Dat ik een afspraak maak met je buren. Dan ontmoet je je buren nog een keer. En als je buren dan zeggen van, nou, wat is, ja, ik ben ook, ik zeg, nou, ik kom vanavond even langs, kan ik laten zien hoe die eraan ziet. Handig hoor, zo'n HDMI 4 zit erin. Toch wel leuk voor de kids als ze willen gamen. Ik denk dat er niet zoveel probleem is hè, met die global reset. En, met CO2 ook niet. Maar dat is zo technisch, hè, dat verhaal. Dit is veel eenvoudiger. Dit kan iedereen begrijpen. Maar spullen kosten geld. En weggooien is zonde. Behalve met rotzooi. Als je rotzooi niet weggooit, dat is ook zonde. En wat is zonde? Nou, zonde is dat waar je dood aan gaat. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Dus, nou, tegenwoordig, je kan alles maar verkopen op internet. En wat je dan merkt, ja, spullen uit China. Ja. Er zitten hele leuke dingen tussen. En waarom niet? Ja? Maar je moet wel zoeken, 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 zoeken. Zoeken, 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 zoeken. Ja, maak die Chinezen blij. Kijk, wat ze doen is ongezond. Ze leggen een efficiëntie op. Want iedereen moet economisch zijn. Doe allemaal, dus die hele middenstand moet eruit. In het kader van efficiëntie. En ik zeg je, wat ze doen is ongezond. I rest my case, zeggen ze dan in het Frans. Wat ze doen, wat ze veroorzaken... Met zo'n V&D? Hè? Of Primark? Weet je hoe Primark werkt?
Die hebben een team. De hele slimkunde zitten komt Ierland. Komt uit Ierland. Die mensen zijn allemaal management business schooled. Hè? Hun managementmodel is het volgende. In heel veel steden is een enorme werkloosheid. En de gemeente die betaalt zich blauw om al die mensen dan gratis geld te geven. Nou, en wat het product is dat Primark verkoopt aan de gemeente, dat is dat ze die mensen aan het werk zetten. Een soort arbeid macht vrij. En dat betekent dat Primark per gewerkt uur van een kassier. Ja, kassier, vind ik. Die moet eigenlijk zeggen. Nee, de functie is kassier. Dat kan een mannetje of een vrouwtje zijn. Het is een kassier. Nou, wat kost een kassier? Nou, de Primark betaalt voor een kassier niet veel. Want die is eigendom van de stad. En als de Primark daar weggaat, dan krijgen ze die gozer weer terug. Of die dame. Dat is een slaaf van de stad. Dus goed over nadenken wat ik zeg. Het is een slaaf van de stad. Die zit in de stad. Die kan niet voor zichzelf zorgen. Die zegt, ik moet geld hebben, ik moet geld hebben. Ja, weer slaaf van de stad. En dan word je te werk gesteld. Bij de Primark. Net zolang tot de Primark er genoeg van heeft. En dan, ja, je kan niet bij de Primark, echt niet. Kijk, als je ontslagen wordt bij Jan de Tuinboer, dan kan je naar de advocaat. Maar als jij ontslagen wordt bij, maakt niet uit wat, dan word je eruit gemoved. Punt. Ja, je gaat geen proces beginnen tegen Primark. No way. Dat zit helemaal dichtgetimmerd. Dat is de company. De Primark bestaat voor 60% uit juridisch management, BBB, smartphones en iPads. Dat is de business. En dan kiezen ze conglomeraties uit. Dat wordt helemaal uitgerekend. Dan zetten ze computermodellen op. En dan kijken ze hoeveel t-shirts ze daar kunnen sluiten. En waar zit de Primark nu in? In het voormalige gebouw van de Bijenkorf. Wat eerst de Bijenkorf was, dat is nu de Primark. Hallo, gaat het nog goed met jullie allemaal? En ik zeg je, het maakt geen donder uit. Ik vind het niet eens erg dat de Bijenkorf weg is. Nee, het was wel een heel erg erotische winkel. Als je binnenkwam, had je als eerste de dameskousenafdeling. Moet je nagaan, hè? Dan kom je in het gebouw van de Bijenkorf in. De boeken, die zitten hier in de kelder. Oh, 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 oh. Nou, daar is echt over nagedacht, over die Bijenkorf. En dan kwam je die Bijenkorf in, nou, je gelijk die roltrappen naar boven. En daarachter, daar zat de parfumerie. En daar kocht ik de spullen om mijn onwelriekende vaste relaties door de jaren heen. Ik ben geen, ik ben niet zo'n, ja, ding, maar altijd vaste relaties. En die hebben allemaal zo hun luchtje. En dan ga je daar naartoe. En dan koop je iets wat het lekkerder doet ruiken. Ja, de neus wil ook wat. Een mooie parfum voor je vrouw. Want dit, ja, deze past. Het is precies goed. Mijn favoriet was Joop. Dat is van Dior. En dan
Dan heb je de parfum. Maar dat ging het me niet om. Het ging me om die flacon met dat lekkere spul. Dat trekt heel snel in de huid. Een hele mooie gel. Dat is niet vettig. Nou, het is een beetje vettig. Maar het moet ook niet te droog zijn. Want anders heb je er zoveel van nodig. Hè? Maar het trekt dus op een mooi langzaam tempo in de huid. En laat een aroma achter. Ay, ik word er helemaal dromerig van als ik er nu weer aan terugdrink. Maar dat was dus de Bijenkorf. Ik had veel beter die vrouw niet zo lekker in kunnen smeren, want het was helemaal niet zo'n lekkere vrouw. Ik ben de eerste om achteraf toe te geven dat ik het was die fout zat. Dat vind ik erg belangrijk. Ik weet niet of jij er ook last van hebt, van dat gevoel. Maar ik hoop het wel, maar dat ik het erg belangrijk vind dat jij de eerste bent die erachter komt dat je iets, dat was niet per se oké. Je kan het doen. Je kan het doen. Maar niet per se oké. En zo'n winkel als de Bijenkorf, ja. Dat was een porno winkelen. Ik weet dat je kwam binnen en had je links had je allemaal taarten. Dat is een taartensectie. Heb je links heb je de taart. En rechts ook damestessen en een dameskousen. En achter dan de parfum. En dan ging je naar boven en helemaal bovenin als je het volgens mij speelgoed. Daar is ook over nagedacht, hè? Want die kinderen die willen alleen maar naar boven toe. Wanneer gaan we naar boven? Wanneer gaan we naar boven? Want die kinderen willen dan het speelgoed. Nou, een papa wil naar de kelder en daar zijn de boeken. En niets dan respect, hoor, voor de wijze waarop ze het aanpakken. Het ultieme warenhuis. Wat mij eraan tegenstaat, dat is dat pornografische. Ja, dat staat me tegen. Ik vind een tas, die koop je bij de familie, bij de Huppeltje Pup of de Huppeltje Pup. Tassen, iedereen kan tassen maken. Schoenen, iedereen kan. Iedereen kan. Ik koop mijn schoenen bij mijn schoenmaker. En die heeft helemaal geen etalage. Met schoenen. Maar ik koop daar mijn schoenen. Want hij weet wat voor voeten ik heb. En dan krijg ik een catalogus. En zegt hij, ik kan er gewoon 3 bestellen hoor. Wanneer kom je passen? Of dan en dan. Dan belt hij mij als ze er zijn. En dan kan ik er naartoe gaan. En dan gaan we even passen. En ik heb een paar gekocht bij hem en uiteindelijk te krap. Ja, dat ken je. Of mijn voeten zijn meer uitgelopen, weet ik veel. Nou, die zijn extra uitge. Even 1000 kilometer in lopen of zo. Hebben ze zo'n loopmachine? Nee, we lopen dat ding wel even uit voor je. Nou, dat leer helemaal opgerekt en die schoenen aangedaan. Ik, ja. Ja, nee, dat is beter. Maar zo hoort het toch. Het zijn verdorie alleen maar je schoenen. Denk na over je bestaan. Wat heb je nou nodig? Goede schoenen? De sokken en de ik zie van die mensen lopen met van die sokjes en dan kan je de enkels zien. Maar ik, zelfs Marokkaanse jongens, misschien zijn ze niet Marokkaans, maar Tunesisch of toch Turks.
Maar die hebben dan ook van die... Als ik de enkeltjes zie van die mannetjes. Ik denk, nou, de grootvader van je grootvader, die had zich omgedraaid in zijn graf. Dat doe je toch niet? Nee, je hebt sokken nodig, ja. En wat voor kleur dan? En wat dacht je van zwart? Ja, maar dan zie ik er zo saai uit. Oh, dom. Hè. Denk goed na over jouw aanwezigheid in deze wereld. Geloof me, je schoenen en je sokken die zijn zwart. Per definitie. En je onderkleding, je sokken zijn tot over de enkel natuurlijk. Ja. En heb je die aristocratische sokken, die gaan tot over de kuit. Dat is belachelijk. Dat gaat kriebelen. En het materiaal, wol slijt heel erg. Dus dat doen we niet. Dat hebben we ook niet nodig. Qua materiaal is er in de kunststofbusiness voldoende ontwikkeld voor een aangename, ja, een soort, eigenlijk een soort schuurpapier dingers. Die aangenaam de huidcellen van de onderkant afschuurt. En dan zit de sok helemaal vol met huidcellen van de hele dag wandelen. En dan gaat de sok in de wasmachine. En dan 30 graden, heel klein beetje zeep. Een mini beetje zeep. En dan zijn ze weer schoon. Binnenste buiten keren voordat je ze in de wasmachine gooit. Ja, dat is anders. Dan zijn je voeten ook weer schoon. Hè? Dan doe je schone sokken aan. Klaar. Als je vuile sokken uitdoet, is het ook verstandig om die vuile sok, die is aan de buitenkant nog schoon. Hè? Dan gebruik je die schone buitenkant. En dan ga je nog even tussen je tenen. Zo'n beetje, daar zit ook dode huidcellen. Als je die dode huidcellen tussen je tenen niet weghaalt, dan worden ze weggehaald. Door schimmels. Dat is verder geen probleem. Het geeft een luchtje. Het moet wel leuk blijven. En dan kan je even zo dat huid. Die schimmels krijg je toch niet weg. Die blijven daar wel zitten. Maar een beetje schoonschuren met de buitenkant van je sok. Vergeet je hielen niet. Er zitten ook vaak dode huidcellen. Ik kan er ook net zo goed even eraf halen. Nou, die hele sok in de wasmachine. Klots. Gewoon een uurtje draaien. Een uurtje draaien. Dat hoorde je. Huh? Een uur. Als je sokken een uur lang was, dan zijn ze schoon. 30 graden. Dus, prima genoeg. Klein beetje zeep. Maakt niet uit. Gaat om het water. En die beweging. En dat beetje zeep, dat neemt dat vet. Dat beetje vet van die sokken. Er zit niet zoveel vet in je sokken. Dus hoeveel gram is dat? Maar dat beetje vet wordt opgelost. Als het vet is opgelost, ja, dan komt al de stof en meuk en alles komt ook allemaal los. En dan zijn je sokken schoon. En daarmee begint het, hè? Ik ga echt, ik voel zo'n vrolijkheid nu, hè? Van hola, hoe laat is het? En welke tijd leven we eigenlijk, hè? En Nebuchadnezzar, hè? Dat geweldige verhaal. En Nebuchadnezzar, die staat niet alleen in de Bijbel. Nebuchadnezzar was een heerser van Babylon. En meneer
Die had een leger om zich heen van wijsneuzen. En Nebuchadnezzar had een droom gehad. En hij was 's morgens wakker en hij wist dat het een hele vervelende droom was geweest. Maar meer niet. Het was heel akelig. Maar meer wist hij niet. Of hij wilde het niet vertellen. Dat kan ook. Het probleem was dat Nebuchadnezzar, die een droom had gehad, een inzicht. En hij kreeg een hele grote angst. Van het inzicht, van zijn droom. En die priesters, die... Nou, de eerste zei, ja, ik weet het wel, want u vreest dat de maan en Venus in de verkeerde constellatie staan. Maar ik heb hier een volgende bedacht. Kijk, het is allemaal niet erg wat u denkt. Uw priester, heren, uw God zelf, alles gaat goed. Want ik heb het opgekeken, deze lijn, die gaat van pi naar i en dan jo. En dan heb ik hij, en heb ik het net zo kop eraf. Dat gaan we horen, bedoel ik niet. En zo heeft hij daadwerkelijk een aantal van die priesters afvoeren die handel. Nee, dat bedoel ik ook niet. Dat bedoel ik ook niet. Nee, geen flauw idee. Sorry hoor, up, kill hem. En toen was dat Daniel, die Jood, die Hebreeër. Ja, dat moet je zeggen, die Hebreeër. Dat vind ik mooier. Die Hebreeër, Daniel. En die zei, ja, ik weet wel wat hij... Ik weet het. No worry me. En dan wilde Nebuchadnezzar weten wat Daniel dan wist. Daniel was geen priester van hem. Hij was wel... op een of andere manier... toestand met die leeuwenkuil en zo... Maar Daniel was niet zomaar iemand. De beste mensen denken aan nu Elvis Presley. Dat was niet zomaar iemand. Nou, vergeleken met Daniel... was Elvis Presley niet zo heel veel. Elvis de heupenschudder. Kijk, Daniel staat de boek voor andere dingen. Dan op je 45ste de pijp uitgaan met een dikke buik gelijk André Hazels. Zij gelooft in mij. Ja, ja, wat voor een wereld leven we eigenlijk. Hè? Maar Daniel, dat was een andere vent. Die was Hebreeër. Dat was geen Elvis Presley. Of André Hazes. Of Albert Einstein. Of Pim Fortuyn. Of... en meer van dat soort mensen. Stanley Kubrick. Ook zo'n rare man. Ja, Daniel was niet zo. En die wist het. En dan kreeg hij te horen dat Nebuchadnezzar wilde weten wat hij dan wist. Dan zei hij, nou, als jij het graag wil weten, dan wil ik het wel vertellen. Waarom niet? Hij is de baas, dus. En toen zei hij, van ja, jij hebt een droom gehad. En je zag een beeld. Van een mens, een heerser, die grootte. En dan ben je een beeld. Een voorbeeld, kun je ook zeggen. Een voorbeeld. Ben je een exemplaar. Je hebt een kop van goud, je hebt een borst van ijzer en dan brons en allemaal metalen. Ja, zeg maar, het punt is... die voeten, hè? Dat is een combinatie van silicium, zullen wij maar zeggen. Silicium en ferro. IJzer en leem.
Het punt daarbij is, op een dag breekt dat. En dan stort de hele zooi in elkaar. Potverdikkie zeg. Daar had hem dus gelijk. Want zo is het. Wij kijken op tegen die voorbeeldige mensen als Hillary Clinton, want dat is wel een goede vrouw. Want die komt op voor zichzelf. Dat zijn voorbeeldige mensen. Het punt is dat dat hele beeld, waar staat dat op? Ja, op zijn voeten natuurlijk. En waar moet jij dus als mens om denken? Mooie pauze. Aan je voeten natuurlijk. Het begint met je voeten. En daarop sta je. En daar geen rare fratsen bij. Van ijzer en leem. Dat gaat niet. En dat bedoelde... Dat bedoelde hij niet letterlijk ijzer en leem mee. Hij bedoelde twee componenten. Het is een twee componenten samenleving. Gehoorzamen en politie. Als iedereen dan maar gehoorzaamt. En dan hebben we politie, en dat zijn dezelfde mensen. Maar die politie, die zorgen er wel voor dat iedereen gehoorzaamt. En dat zijn de voeten van de samenleving. Dat is fratsen met de voeten. En niet laten spelen met jouw voeten. Dus als vrouw geen hoge hakken dragen. Mijn dochter doet dat niet. Ik ben daar erg strikt op. Het mag wel, natuurlijk bij een feestje. Ja, maar dan moet je ook wel hele hoge hakken dragen, weet ik hoor. Ja, als we dan gaan we 6 inch. Maar als je het natuurlijk wel niet, dan wat een stom feest. Ja, mijn punt is, als je dingen gaat verbieden, dan gaan mensen het toch doen en dan denken ze dat ze stout zijn. Maar je bent helemaal niet stout als je op 6 inch heels gaat lopen. Waarom? Maar bij je voeten begint dus alles. Dus mijn dochter die wandelt nu op die hippe legerkistjes, Dr. Martens. Maar dat vind ik ook goed. Het maakt me niet uit, geen pieces. Geen hoge hakken. Dat heeft ze ook helemaal niet nodig, dus 1,80. Dus. Elong, bitch. Met een nadruk op bitch. Dat vind ik zo leuk. Een eigenwijze donderstraal. Nou, goede tip, hè. Denk om je schoeisel. Ik betaal nu... Ik moet dan eens in de 8 jaar, 7 jaar zo... Heb je grote beurt. En dat kost wat. €90 zo. En dan krijg ik ook een goede sol en ja. Nou, zit er comfortabel. Ja, vind je het gek? Ik heb ze helemaal ingelopen. En ik heb 2 paar, dus... Ja. En je moet, omdat ik maar zo weinig werk, loop ik daar niet de hele tijd in. Dus. En anders zou ik, ja, anders zouden ze eerder slijten. Dan moet ik gaan afwisselen. De binnensool die kan eruit. Dat is heel fijn.
Het binnenwerken is toch laatst helemaal vervangen. Dat is ook... Alles even netjes opnieuw gelijmd. Opnieuw stikken. Het gaat maar door. En zo kan jij ook leven. Met je schoenen. En niemand ziet het. Want dat is de grap. Niemand ziet je voeten. En dat lijkt mij verstandig. Iedereen kijkt naar je hoofd. En naar jouw ogen. Als mensen naar beneden kijken. Van, hey, wat voor schoenen heb je aan? Ik zeg, nou, laten we het daar niet over hebben. Zijn schoenen zoenen. Laten we het hebben over wat er in mijn schoenen zit. Dat is mijn voeten. Maar wat is er mis met mijn voeten? Snap je? Als ik een vrouw was, dan... Ik zou denk ik gaan voor... Ja, lange rokken. Als ik over straat ga, lange rok. En dan niet zo'n lange rok die over de grond sleurt. Dat vind ik een slordige vrouw. Maar een lange rok. Voor eroverheen. Ja. En daaronder een... ja, iets van een legging. Iets wat lekker zit. Dat je lekker in kan bewegen. Niet knelt. En eroverheen... ja, een lange rok. Ik zal dus eerst mijn onderkleding doen. Waarin ik me goed kan bewegen. Dan denk ik, nou, en dan iets eroverheen. Want ja, 80% van de vrouwen... die worden door 100% van de mannen gezien als... Au, daar wil ik wel kinderen van. Alleen op het oog, hè? Dus voordat je het weet, komt een vent op je af... en die zegt, wat heb je intelligente borsten? Nou, in dat soort tieten geloof ik wel. Dat wil je dus allemaal niet als vrouw. Ik zou dat niet willen. Ik ben er zonder meer van overtuigd dat als de eerste als man, als mannelijke vanuit de vrouw gezien dan. Hè? Ik geloof zonder meer dat als een kerel naar porno kijkt, dat hij denkt, oh, daar wil ik baby's van. Mag ik elke dag met haar naar bed? Ik weet dat iedere man dom is. Maar ik als vrouw, ik zou voor mijn lichaam goed zorgen. En that's it, hangtieten, oké. Een BH, een sport-BH. Een andere BH niet, hoor. Dus ik zou niet weten waarom. Bevallen mijn tieten je niet? Nou, dan heb ik ook liever niet dat je naast me in bed ligt. Geen make-up, ook om die reden. Maar ook geen lang haar. Ik zou een haarlengte kiezen en een haarmodel kiezen... dusdanig dat het makkelijk te onderhouden is. Als je met je vingers er doorheen gaat... en een beetje zo met textiel en alles... dat je goed kan schuren, dat die huidschilfers... als je dat maar onder controle hebt... dat al die huidschilfers... dat je dat goed schoon kan houden... dan ben je klaar. Dan hoef je ook helemaal niet te douchen, snap je? En gewoon je bol schoon ragi. Ik doe dat op mijn werk ook. Ik heb zo'n fantastische... Ik heb hele mooie materialen. Dat kan beter in mijn surnhuis, maar hele mooie spullen. Waaronder een schrobber. En die haren van die schrobber, die zijn van kunststof. Geweldig. Ik had het zelf kunnen verzinnen. Heel flexibel, bijna schier onslijtbaar materiaal. Met dat ding kan je schrubben, jongen. En na 1, 2, 3 weken zit dat helemaal vol met meuk. Nou, dat moet eruit. Hè. En ik geef het je te doen, dat is niet makkelijk.
Dan moet je peuteren met je vingers. Dus een hygiënisch handsdingetje. Ik wil altijd helemaal hygiënisch virus impact en zo. Met je handschoentje moet je echt... Water. En dan omdraaien. Aan de andere kant ook. Net zolang dat die helemaal schoon is. Dan moet je met je hoofd ook doen. Met je haar. En je haar... het zit er bovenop. He? En van die vrouwen die zeggen... nee, ik maak hem helemaal kaal. Dan denk ik, ja, waarom? Ja, dan ben je lui of zo. Nee, ik maak al mijn haren eraf. Want dan kan ik mijn huidschilfers makkelijker weghalen. Ja, dan ben je dus lui. Want zoveel moeite is het niet, hoor. Je neemt een textiel... eventueel kunststoftextiel. Hè? Dan maak je een beetje vochtig. En dan even raggen er doorheen. En dan goed al die haartjes af. Van achter je oren ook. En overal, dan heb je dat lapje. Dan kijk je en denk je, gaat verdemmen. Allemaal haarschilfers. Weg ermee. Volgende lapje. Dan schuur je zelfs schoon. Ja, wees relaxed. Ik ga er nog eentje maken. Lekker hè, van hallo allemaal. En gaat het met jullie ook zo goed? Want er is niks aan de hand. Dat komt zo dadelijk nog wel. Ik weet het zeker. Ze doen niet zo mal. Doeg.